Hoi, ik ben Rosemarie Koster. Ik ben ontwerper en vlogger. Allerliefst tuin ik vintage markten af op zoek naar schatten. Alles wat ik hier vind ga ik thuis nog even updaten. En omdat dit zo leuk en makkelijk is, ga ik jullie laten zien hoe je dat zelf kan doen. We gaan vandaag zelf badslippers met strikken maken. Ik ben helemaal weg van deze trend, omdat het comfort van zo'n sporty slipper samen met het overdadigen van die stof helemaal fashion is. Ik vind het allemaal een beetje minimaal, dus ik ga laten zien hoe je heel makkelijk met je eigen gekozen stof, je eigen kleur, een heel heftig effect kan creëren binnen een paar minuten. Ik ga nu zelf deze badslippertrend namaken. Eigenlijk kan je zelf helemaal kiezen hoe je dat wil doen. Hier heb ik hem bijvoorbeeld gemaakt met oude stukken denim van een shortje wat ik nog had liggen. Die heb ik heel grof omheen gevouwen, dus het houdt het hele ruige door dat onafgewerkte. 1 meter van deze stof gekocht. En ik ga hem in de breedte op de helft doorknippen. Als ik geluk heb, kan ik hem inknippen en scheuren. En dan volgt die scheur gewoon de garens, waardoor ik zeker weet dat ik recht ga. Dat is gewoon echt heel lekker om te doen. Yes. Omdat ik natuurlijk per slipper 2 banen nodig heb om daar vervolgens een strik mee te maken, ga ik hem nu weer door de midden doen. En je hoeft je niet echt zorgen te maken over hoe netjes dat gaat gebeuren, want dit wordt straks ook weer weggewerkt. Alle randjes gaan we naar binnen vouwen, zodat we geen rafelrandjes zien. En dit doe ik dus ook bij die andere helft, want ik heb 2 slippers. Ik heb nu 4 gelijke stukken stof. En wat ik ga doen is een randje van ongeveer 2 centimeter naar binnen vouwen. En dat ga ik even fixeren door daar overheen te gaan met mijn nagel. Ook aan deze kant wil ik hem mooi afgewerkt hebben. Dus ook daar maak ik een hoekje naar binnen. Ik begin nu met een van deze studs. Die duw ik hier door de stof in het rubber van de slipper. En dan zit eigenlijk het belangrijkste stukje vast. Dus ik zet nu als eerste de andere hoek vast. Door weer ook daar een stukje naar binnen te vouwen. Die is ook vast. Lekker gevoel is dit. Je voelt gewoon dat je vast zit. Moet een beetje ontstaan. De plooien redelijk gelijkmatig verdeeld, maar het hoeft niet helemaal perfect. Het mag er ook wel een beetje spontaan uitzien. Alsof het er zo opgekwakt is. Wel even, ja. Een soort van grof geweld moet je dit doen. Ja, soms een beetje van de zijkant. Kijk, dan heb je dus aan één kant die plooien al een soort gedrapeerd eromheen. En nou ga ik precies hetzelfde herhalen aan de andere kant. Dit zit er heel strak in aan 2 kanten en daarna explodeert die stof helemaal. Deze voorbereid, dit wordt een hele uitbundige slipper. Dus hier let je alweer op dat je die rafelrandjes naar binnen doet. Je dus dit effect, dus dat is 1 keer omheen geknoopt. Ik hou heel erg van overdreven dingen, dus ik ga nu echt een strik erop maken. En echt zo, als je een veter zou strikken, strik je hem eromheen. Dan heb je dus een hele intense slipper met een heel mooi overdreven effect. Het is echt een kunstwerk, je hoeft niet. Het zijn net 2 gebakjes. Een soort van muffins? Nee, ik weet niet. Ik zou zeggen, do it yourself.